Welkom bij een nieuwe Rijkvlog. Het is zaterdag en wij gaan nu naar Tessa toe in Beekbergen. Het loopt uit. Nee. Jij moest toch 15-18? Ja, dat stond in. 15-18 kilo rijden. Oh. Dat was onze eerste men-ervaring in Beekbergen. Bram die staat op dit moment eerste, dus goed gedaan Tessa. En wij gaan nu weer lekker naar huis toe en dan nog één dag alleen voor de paarden zorgen en dan is het dus. Zondag, laatste dag van Tess hoop ik. En het giet, uiteraard. We gaan wandelen in het giet. Maar goed. Van water smelten we niet, zeggen we dan maar. Ik ben de afgelopen 6 dagen van vorige week dinsdag tot zondag ben ik weg geweest. Ik heb in Beekbergen gezeten samen met team Chardon. Daar was CAI Beekbergen en de Nederlandse kampioenschappen. Een internationale wedstrijd. Volgens mij de World Cup. Maar dat weet ik niet zeker. Ik weet niet eens hoe die wedstrijd heet. Nou ja. Daar ben ik heen geweest. En Bram die is met mennen heeft hij gedaan. Hij is met de dressuur, marathon en vaardigheid heet volgens mij. Is die alle drie eerste geworden. Nederlands kampioen. Nou ja, en hij heeft daar nog een internationale wedstrijd gewonnen. Super gaaf om dat meegemaakt te hebben. Maar we zijn nu weer terug in Den Hoorn, Delft. En weer terug bij mijn eigen horsies. Die paarden daar waren ook wel echt, echt heel leuk. Maar we zijn weer terug. Terug in waar we thuis horen. En ik ben lekker met Ivy aan het stappen buitenom.
Het is hier zo rustgevend. Ik kwam net ook een student tegen. Die doet studeren bij de TU Delft. Woont in Brabant. Super lieve meid. Ook even mee staan praten. Want we gingen allebei naar hetzelfde plekje toe. Ik heb Ivy daar even laten grazen. Ja, ik weet niet. Het is een soort rustplekje hier. Nee, je ziet het niet heel goed. Het is een beetje overbelicht. Oh ja, kijk. Heel mooi. Dus daar heb ik even gezeten. En met het meisje gepraat. En Ivy heeft lekker gegraast daar. Dus weer even tot rust komen. Blondie, die heb ik gestapt. En ja, Ivy heb ik gelongeerd hiervoor. Nu is ook stappen. Ik dacht, ik ga met haar wat meer naar buiten toe. Want met Blondie moet natuurlijk op zachte bodem. Dus kan je niet heel ver. En ook niet echt ergens heen. Ja, ik ga nog even genieten van de rust hier. Ik ben ook mijn spierpijn eruit aan het lopen. Ik ben een feest geweest. Oeh, dansen. Maar ja, ik ga met Ivy nu lekker verder lopen.